Dan kan ik mooi even met Joeri en Sander praten. Want Sander kennen we natuurlijk als muzikant. Sinds ziektocht naar Indonesië. Maar er komt nog wat ozon, hè, na je weekend. Ja, dat klopt. Ja. Op 20 november dan hebben we een benefietconcert in Itens, waar ik woon. Waarom en wat is het verhaal erachter? Nou, ik denk dat Joeri hier het beste iets over kan vertellen. Vertel. Nou, ik heb net zoals Sander een zoektocht gehad in Indonesië. We zijn allebei geadopteerd en terechtgekomen in Friesland. Ik ben oprichter en voorzitter van de stichting, nou ja, zoals je ziet, van Kind Wees Kind. Ja. En als Friese stichting zetten wij in voor weeskinderen in Indonesië. En studenten zetten daar van de NHL, Friesland College, een mooie project op in Indonesië. Om daar deze kinderen te helpen. Ja. Sander is nog altijd een ziekje. Hoe is dat met jou, Aaron? Ja, ik ben ook nog aan het zoeken. Op dit moment ligt er thuis een DNA-test die nog moet worden afgenomen om te kijken of er biologische familie is. En ik kom zelf ook uit een kinderthuis, net zoals Sander. Dus de opbrengst van het benefietconcert waar Sander en ik dachten van, we gaan een goed initiatief nemen om deze weeskinderen te helpen. En ja, de opbrengst gaat naar die weeskinderen uit de kinderthuizen waar wij vandaan komen. Wij volgen Sander al een tijdje in zijn zoektocht. Dat is best pittig, kan ik me voorstellen. Want je wordt geconfronteerd met je eigen geschiedenis, wol of net. Waar leidt je geschiedenis? Hoe dat bedijk je? Ja, dat is heel confronterend. Met name met het feit dat je zelf niet weet wie je biologische ouders zijn. En iedereen die wel kent, die kan zeggen van, hey, ik lijk op mijn vader of moeder. Dus ja, dat doet natuurlijk iets met je. En die nieuwsgierigheid die is bij ons allebei heel groot geworden, waardoor we die zoektocht ook hebben opgezet. Is er ooit enig idee geweest hoeveel weesbanden wel net uit Indonesië verdoen binnen, naar Nederland, worden westerse landen stuurd binnen? Ja, volgens mij binnen in een periode van 1978 tot 1986 binnen er ongeveer 55.000 kinders, zeg maar, geadopteerd. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk, ja. Ja. En daar ben je hem dus het voorbeeld van. Ja. Hoe vind je bestoen in de ziektocht? Het verhaal houdt me niet op. Nee. Op dit moment is er iemand voor mij bezig in Indonesië om wat nieuwe informatie, zeg maar, te vinden. En volgens mij is hij nu op de goede weg. Morgen doet hij weer verslag. Dus het blijft spannend. Ja. Dan uit benefietconcert. Daar zijn we de jongeren in Jemjoerd binnen. 20 november dus, mijn optredens van. Nou, we hebben een gevarieerd programma. Nou, ik zal natuurlijk een paar liedjes doen. Maar we hebben ook andere geadopteerden. Geadopteerde artiesten uit Indonesië hebben we ook uitnodigd. Ja. Zoals Tim Dondorp, die gaat wat doen. Tim is van die Zweedse tweeling. Ik weet niet of je dat verhaal ook kent. Maar nee, net heel goed. Maar oké, nou ja, goed. Die het voor. Weet je het vergelijk met hem? Klopt, absoluut. Hij is lessen nog op spoorloos geweest met zijn verhaal. Ja. Wendy Maria, die komt helemaal uit Zeeland, notabene, om ook een aantal liedjes te doen. Ook een aantal liedjes gaan we gezamenlijk doen. Maar Ineke Dijkstra en Kevin en Lisbeth Munningsma, die hebben ook een liedje speciaal geschreven voor Kind Wees Kind. Dus dat gaan ze ook uitvoeren. Maar goed, het is natuurlijk niet de hele middag muziek, want we kunnen ons voorstellen, tussen 12 en 5 is het. Dat wordt een lange zit. Dus we hebben ook nog een loterij. We hebben Indisch eten uiteraard. Oh. En voor de kinderen hebben we een speciaal kinderprogramma. Okay. Want zondag is toch een familiedag. Ja. Dus we hadden zoiets van, nou, we kunnen. Ik word een beetje afleid, toch? Ja, ik word erop praten. Ja, oké. Okay. Maar voor de kinderen, daar hebben we gewoon een mooi kinderprogramma voor ontwikkeld. Met sminken en kinderspelletjes. Kleurplaten hebben we allemaal. Dus dat komt helemaal goed. 100 plakken eerder voor het publiek. 50 kaart met er al voor. Dus je kunt nog 50 erbij halen. Krijg je een prachtig mooie Mickey met natuurlijk een goed doel erachter. Wat kost het? 6,50 voor volwassenen en 3,50 voor de kinderen. Oh, dat is geen geld, hè? Elke cent gaat naar de weeskinderen in Indonesië. Ja, hè? Ja, elke cent. Nog even een keer. Waar, hoe laat, waar moet meestal wijzen? Kind Wees Kind benefietconcert 20 november, dus volgende week zondag in Itens. Succes. Dankjewel.